Een eiland midden in de Noordzee, compleet met haven en landingsbaan. Het is een plan dat steeds concretere vormen aanneemt, nu ook het havenbedrijf Rotterdam meedoet. Samen met onder meer TenneT en de GasUnie wil de haven een nieuw stuk land op de Doggersbank maken. Een knooppunt waar grote nieuwe windparken op kunnen aansluiten. Komende jaren komen er nog heel veel windmolens bij op de Noordzee. Die molens moeten aangesloten worden op het hoogspanningsnetwerk en ook regelmatig bezocht worden voor onderhoud. Vandaar dit idee. Bouw een eiland en verbind dat eiland met Nederland. Maar niet alleen met Nederland, maar je zou vrij eenvoudig vanaf dat eiland een verbinding naar Engeland kunnen doortrekken. Het havenbedrijf Rotterdam heeft ervaring met bouwen in zee. Denk aan de Tweede Maasvlakte. Maar de Rotterdamse haven doet vooral mee omdat alle bedrijven daar uiteindelijk moeten gaan werken op elektriciteit. Essentieel is voor het havencomplex dat er die heel veel schone stroom wordt opgewekt. Nou, de enige manier waarop we denken dat dat kan is als er veel meer wind op zee wordt gegenereerd. Het eiland moet tussen 2025 en 2030 vorm krijgen.